Wat als deze video wordt verwijderd? Wat als dit kanaal niet meer bestaat? Café Weltschmerz heeft een plan. Ga naar onze site en registreer je snel. En word onderdeel van de oplossing. Welkom bij Café Weltschmerz. Mijn naam is Fiona Zwart en we zitten op dit moment in lockdown nummer 2. Dat betekent dat de economische schade groot zal zijn en daarom vonden wij het tijd om daar eens echt in te gaan duiken. Daarom heb ik vandaag Rijn de Vries uitgenodigd, econoom. Rijn, welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat je hier wilt zijn. Graag gedaan. Voor de kijker, zou je wat over jezelf willen vertellen? Ik ben Rijn de Vries, dus econoom. En ik heb een aantal jaar geleden, dat is alweer, ik denk 9 jaar geleden dat ik ermee begon, heb ik dit boek geschreven. En het gaat dus over eigenlijk de situatie waarin we nu zijn beland en hoe dat zo gekomen is. Mm-hmm. Dus de hele geschiedenis van, ik denk de laatste 300 jaar, culmineert nu naar een punt waar we nu zijn beland. Ja. En dat is een proces geweest dus van eeuwen. En het gaat om de financiële achtergrond, met betrekking tot de geschiedenis van onze wereld. Hè? Mm-hmm. Het boek heet Revolutie door schuld. En de revolutie waarover ik spreek is die van de bankiers. Die dus door schuld en schuldcreatie de wereld naar hun hand zetten. Dat is hoe je er naar kijkt? Of dat is hoe je het echt uitgezocht? Dat is wat het is. Dat is wat het is. Ja. En als je dan kijkt naar de crisis van 2008, wat er toen gebeurde, ten opzichte van wat er nu gebeurt in de wereld, hangt het met elkaar samen? Jazeker. De crisis van 2008 ontstond natuurlijk omdat er te veel schuld was gecreëerd en dat liep spaak. Banken konden niet meer op elkaar vertrouwen. Dus het hele bankensysteem dat liep een beetje vast. Ja. En toen is er heel veel extra schuld. Hè, door centrale banken met een nieuw middel QE, is dat quantitative easing, kwantitatieve verruiming, is dat in de markt gegooid. Waarmee het probleem eigenlijk alleen maar groter werd. En dus langzaam doorwoekerde en nu op een punt komt waar het eigenlijk niet meer te houden is. Mm-hmm. Opnieuw. Denk jij dat de COVID-maatregelen wereldwijd bewust zijn opgezet om de Great Reset, hoor je nu heel veel over, die term, om dat te creëren? Of denk jij dat het toeval is? Dat het handig wordt gebruikt? Het hele... COVID-19 verhaal komt extreem goed uit voor de zittende macht. Omdat het voor hun natuurlijk een manier is om de schuld te geven aan de ineenstorting van het systeem. Mm-hmm. Die schuld kunnen ze dan aan dat virus geven. Van, ja, we moesten wel en we moesten wel die extra geld de markt ingooien. Want, wat moesten we dan? Moest iedereen dan maar niks hebben? Dat. Dus het is voor hun een manier, zeg maar, om, dat is nu nog niet het geval, maar om de uiteindelijke ineenstorting van het monetaire systeem daarop af te schuiven. Ja. Dan hebben zij geen schuld. Precies, ja. Het was COVID. Ja. It wasn't us. Lockdowns, ja. Ja. Iets als lockdowns is natuurlijk nog nooit eerder gebeurd, tenminste niet dat ik weet, in de menselijke geschiedenis. Nee. Dus het is natuurlijk bizar dat er zoveel wordt gesloten, dus daar moeten bepaalde redenen voor zijn om dit te doen. Ja. Nou ja, kijk, als het monetaire systeem ophoudt te bestaan, dan krijg je natuurlijk onrust, chaos. En daarbij moet een manier gevonden worden om die te beteugelen en in een nieuw keurslijf te stoppen. De hele maatschappij moet in een nieuw keurslijf worden gestopt. En wat is dat keurslijf dan? Het keurslijf is dat er een hele hoge mate van controle komt top-down gericht op de gehele maatschappij. Mm-hmm. Dus iedereen moet gecontroleerd kunnen worden en men moet weten wat iedereen doet en wat men van plan is te doen. Omdat iedereen een potentieel gevaar zal zijn natuurlijk. Een gevaar voor? Nou, kijk,
De zittende macht is niet zo heel erg bang voor het individu. Hè. De zittende macht is meer bang voor de massa. Mm-hmm. De angst die ze hebben is voor grote getallen. Mm-hmm. En massa's die zich verenigen. Dat is het enige waar zij bang voor zijn. Omdat dat het enige is waardoor zij niet meer de macht kunnen behouden. Precies. En ja, dan moet dus het individu wel gecontroleerd worden. Want als meerdere individuen zich gaan verenigen, dan krijg je dus die massa. Precies. En dat is de angst. Ja, eigenlijk het ouderwetse verdeel en heers. Verdeel en heers, altijd, werkt altijd. Met en alles. De zittende macht, wie zijn dat volgens jou? Je kan zeggen, je ziet heel vaak zo'n piramide, maar die klopt ook heel vaak wel. In de top zitten de centrale bankiers. En dat is eigenlijk de echte macht, zoals ook in mijn boek beschreven is. Die staat boven de politiek en boven alles wat daaronder komt. Ja, dus dat stuurt bijvoorbeeld onze Rutte en onze De Jonge aan? Uiteindelijk zijn zij de verkopers van de managers, de verkopers, de salesmen van het beleid dat daarboven wordt uitgestippeld. En hoe zie je dat dan? Met het feit dat we in een democratie leven, dus dat we mogen stemmen? Ja. De krakersbeweging zei het mooi. Als stemmen echt uit had gemaakt, dan was het al lang verboden. Mm-hmm. En daar gaan we steeds meer naartoe. Het is een proces. Hè? Het was niet altijd zo. Vroeger maakte stemmen echt wel uit en nu nog steeds wel. Maar het wordt steeds minder. Hè? We geven steeds meer macht aan Brussel. Je hebt steeds meer NGO's die beleid maken. De VN, het IMF, de ECB, Brussel. Dus op lokaal niveau heb je misschien nog een beetje democratie. Maar het is een glijdende schaal. En je hebt steeds minder werkelijke democratie. Het referendum is afgeschaft. Dus het zijn allemaal tekenen aan de wand dat democratie dying is. Mm-hmm. Maar er is ook een tegenbeweging aan de gang. Hoe kijk je bijvoorbeeld naar de opkomst van iemand als Trump? Maar dan ga je er dus vanuit dat een president ook in Amerika veel macht heeft. Mm-hmm. Maar is dat werkelijk zo? Mm-hmm. Heeft hij werkelijk veel macht? Of is dat niet al lang een achterhaald instituut? Hè? Hij heeft het geprobeerd, kan je zeggen. Is het werkelijk zo? Heeft hij het werkelijk geprobeerd? Kijk, Trump is duidelijk tegen globalisatie. Dat is wel duidelijk. Hij is voor Amerika. America first. Ja. Yeah. Maar daarnaast is hij wel een koude oorlog gestart met China bijvoorbeeld. Mm-hmm. En moeten we daar blij mee zijn? Is dat nou zo handig op lange termijn? In Iran zijn natuurlijk heel veel dingen gebeurd met die sancties. En eigenlijk zet hij dat beleid gewoon wel voort. Hij is geen nieuwe oorlog gestart. Klopt. Dus er zijn voor's en tegens. Ja. Maar als je dan QAnon moet geloven, hè, dat heb ik. Ik heb daar nooit echt in geloofd. Maar mm-hmm. Kijk, QAnon, die gaan ervan uit: trust the plan. Yeah. En nu? Mm-hmm. Hè, nu komt Biden. En nu, trust the plan? Welk plan? Ja, de vraag is of Biden echt gaat worden. Hè? Nou, dat weten we eigenlijk niet zeker. Jij denkt van wel? Die waarschijnlijk, die kans is vrij groot nu. Want het kiescollege heeft daarvoor gestemd. Het wordt nu heel lastig om hem weg te krijgen. Ja. Je zal dus een strijd vanaf de zijlijn moeten gaan voeren. Dus dat wordt een lastige strijd. Die gaat wel komen. En als ik het vertaal naar de Nederlandse politiek. Dus we hebben in maart, als het goed is, verkiezingen. Ja. Denk je dat wij een verschil kunnen maken met een nieuwe politieke partij? Of met de oppositie die er nu is, die opstaat tegen deze lockdowns bijvoorbeeld? Ja, je kan het proberen, maar kijk, de meerderheid van de mensen die gelooft erin. Omdat natuurlijk het net van de MSM is zo, ja, het komt overal en heel veel mensen zijn ook angstig. Hè? Dus die nemen het zeker voor het onzekere. En de meerderheid van de mensen, ik geloof dat de VVD op 40 zetels staat. Ik begrijp er helemaal niets van, maar dat geeft toch aan dat meer dan een kwart van de bevolking nog steeds op de VVD stemt. Dus ze hebben de touwtjes behoorlijk strak in de handen. Mm-hmm. Ja, maar er is denk ik wel ook door lockdown 2. Mensen gaan nu steeds meer geraakt worden.
Mm-hmm. Stel begon ik net natuurlijk ook dit gesprek. Ja. De economische schade zal enorm zijn. En als mm-hmm. mensen het zelf gaan voelen, ja. vaak dan komt er een kentering. Ja, maar die kentering die kan er wel komen, maar die kan ook door de elite gekanaliseerd worden naar een beweging die juist niet positief voor de maatschappij is. Zoals bijvoorbeeld de opkomst van het communisme, wat je overal ziet. Hè? Of in ieder geval hardcore socialisme. Ja, ja, ja. En kijk, communisme is... Er zijn alleen maar voorbeelden dat het mislukt is. Ja. En dan zeggen socialisten van ja, maar toen deden ze het niet goed. Uiteindelijk is het ook maar gewoon een manier om zeg maar de massa te controleren met een kleine elite aan de top. Ja. En je krijgt dus nu een beweging die... we hebben niks, we willen ook wat hebben. Basisinkomen, is dat dan wat? Nee, basisinkomen is ook weer... is ook niet echt heel handig om in te voeren, want dan geef je de overheid dus nog meer macht. Hè? Dan krijgen ze controle over jou en dan moet je maar afwachten of dat uiteindelijk voor jou positief uitpakt. Als er niet allemaal voorwaarden aan worden gesteld waar je aan moet voldoen. Dus je moet heel erg oppassen met waar dat heen gaat, hoe dat gekanaliseerd wordt en waar die energie naartoe gaat. Want dat kan ook naar de verkeerde beweging gaan, zoals in de geschiedenis ook vaak is gebleken. Hè? Met de Franse revolutie, de Bolsjewistische revolutie, dat het in bewegingen komt die uiteindelijk nog slechter en erger zijn voor de mensheid of voor de maatschappij of voor het land dan wat er was. Kan je een voorbeeld geven waarin wat jij ziet gebeuren wereldwijd of hier in Nederland qua de opkomst van het socialisme en communisme? Kan je bijvoorbeeld benoemen? Een voorbeeld? Nou, Black Lives Matter bijvoorbeeld is een marxistische organisatie. Ik bedoel, daar gaat heel veel energie naartoe. En ik vind dat wordt ook gefinancierd door George Soros. Dus dan weet je eigenlijk ook al wel. Ja, voor sommige mensen, wat jij nu zegt, is meteen hoekje complottheorieën. Och ja, natuurlijk. Maar ja, ik bedoel, dat is ook een hokjesgeest. Ja. En die natuurlijk heel goed werkt voor heel veel mensen, de hokjesgeest. Want ja, als jij de wappie bent of de complotdenker, ja, dan kun je die gewoon wegzetten. En het is ook waar dat er heel veel onzinnige complottheorieën zijn, zoals ik net al aanhaalde bij QAnon. Ja. Dat Trump de savior zou zijn van de mensheid. Kijk, hij heeft misschien wel een paar goede dingen gedaan, maar trust the plan. We're gonna end the Federal Reserve. De Federal Reserve is nog nooit zo sterk geweest als nu. Ja. Zij worden alleen maar sterker door als zij meer leningen uitschrijven. Mm-hmm. Hoe meer zij geld zij uitlenen, hoe meer controle ze hebben. Dat is de revolutie door schuld. Ja. Ja. Want als jij schuld uitschrijft met nepgeld, hè, want dat is het, mm-hmm. er staat niks meer achter. Dus zij kunnen gewoon zoveel geld creëren als ze willen. En ze zeggen tegen organisaties en mensen en overheden van hier heb je geld. Dan worden zij machtiger. Ja. Dus QAnon is half waarheid en half onzin. En wat doet het met de mensen? Wat heeft QAnon voor effect gehad? Mensen zeggen, oké, we have to trust the plan. Dus we blijven rustig. Ja, we hoeven zelf niet in actie te komen. We hoeven niet in actie te komen. Precies. En dat is nou juist wat je moet doen. Ja. En als jij verandering wil... kijk, ik zei al net al, de elite die is bang voor massa's. Vandaar ook dat je niet meer met meerdere mensen over straat mag en niet meer mag samenkomen. Ja. Maar daarnaast zijn zij dus bang dat jij in actie komt. En dus QAnon draagt uit, komt niet in actie. Ja, trust the plan. Trump die lost het allemaal dus op. Dat ja, maakt mensen Trump lost het op. Ja. En dat heeft dus uiteindelijk het... tegenovergestelde effect gehad van wat er eigenlijk had moeten gebeuren. Nu zie je dat wel veranderen, hè? Want je ziet in Amerika ook wel behoorlijk wat demonstraties van pro-Biden en pro-Trump. En het is zo verdeeld, verdeel en heers. Ja. Het is nooit erger geweest dan nu. Ja. En de mensen snappen niet dat ze eigenlijk samen moeten komen en zien dat er boven hun een partij staat... Die eigenlijk de touwtjes van beide kampen onder controle heeft. Ja. Nog heel even terug naar Soros. Jij zei van, want je zei heel veel mensen, dan weet je het wel als hij het financiert. Ja, maar wat dat zijn... is misschien wat kort door de bocht. Ja, maar ik denk dat heel veel mensen dat nog niet weten. Kan je daar iets meer over vertellen? Nou, ik heb het ook wel aangehaald in mijn boek.
George Soros is iemand die organisaties steunt. Die subversief zijn. Ja, eigenlijk in bijna elk land op de wereld doet hij dat. Hij heeft het in Oekraïne gedaan met de Color Revolutions. Hè. Hij is niet voor niks Rusland uitgeknikkerd. Dan mag hij niet meer komen met zijn NGO. Dus hij koopt politici om. Ik bedoel, ik kan dat hier nu niet het bewijs overleggen. Maar als je er echt naar op zoek zou willen gaan, dan vind je dat echt wel. Dat is gewoon onmiskenbaar feit dat hij politiek actief is en een socialistische maatschappij in gedachten heeft. Ja, ja, dat hoor je nu natuurlijk ook heel erg voortkomen bij de Great Reset. Tenminste, dat hoor ik er heel erg in. Hoe kijk jij naar het woord Great Reset en de agenda daarachter? Is dat ook socialistisch, semi-communistisch? Kijk, er komt een Great Reset. Het monetaire systeem loopt op zijn einde. Dat staat ook duidelijk beschreven. Waarom het is, de schuld is te hoog opgelopen. Dat op een gegeven moment klapt dat systeem gewoon. Dat kan niet anders. Ja. En dat kan op twee manieren. Dat kan door deflatie of door inflatie. Kijk, als zij geld blijven pompen en uit het niets creëren, dat gaat exponentieel omhoog wat je nu ziet. He, dat is al eeuwenlang exponentieel omhoog gegaan. Eigenlijk door de hele westerse wereld. Dat kan niet oneindig doorgaan. Nee. Dus er komt een Great Reset aan. Stoppen ze ermee, dan krijg je hyperdeflatie. Mm-hmm. De reden waarom je nu nog geen hoge inflatie of hyperinflatie hebt, is omdat de geldomloopsnelheid die is heel laag. Door de lockdowns, ja. Onder andere. Dus geld wordt minder snel uitgegeven, gaat minder snel van hand tot hand. Hè? Dat is de geldomloopsnelheid. En als dat heel snel gaat, dan wakkert dat de inflatie aan. Ja. Maar die is dus nu heel laag. Daarom kan de Federal Reserve en andere centrale banken dat geld erin pompen wat ze willen. Omdat die geldomloopsnelheid nu nog laag is. Maar als die op een gegeven moment omhoog gaat, dan zul je de inflatie sterk zien toenemen. En vergeet ook niet dat de inflatie eigenlijk veel hoger is dan die officieel wordt verkondigd in de statistiek, omdat zij het hedonistische model van inflatiemeting hanteren. Ja. En dat betekent dus dat zij kunnen kiezen welke producten zij in het mandje gooien om zo de inflatie te drukken. We hebben echt veel meer inflatie dan 1 of 2% per jaar. Dat is veel hoger. Maar ik denk dat heel veel mensen dat ook wel voelen, hoor. Die voelen dat zeker, maar je wordt voorgelogen. En de groei van het BNP, hè, zogenaamd, wordt niet gecorrigeerd voor inflatie. Als je dat zou doen, dan zie je dat je eigenlijk al decennia lang geen echte werkelijke groei hebt, geen reële groei. Ja. Dus waar gingen we heen? Ik vroeg je van, hoe kijk jij echt naar de term Great Reset? En zit daar een communistische / socialistische agenda, wereldagenda achter? Ik denk dus dat het een systeem zal zijn van een deel communisme, een deel kapitalisme, onder één koepel. De nieuwe term die dus nu gepusht wordt is inclusive capitalism. En eerder deze week of vorige week een filmpje van uitgekomen dat de paus, aangestuurd door Linde Forster de Rothschild. Mm-hmm. Linde Forster de Rothschild. Zij is voorzitter van die club Inclusive Capitalism. Dat de paus dat ging verkopen aan de mensen. Dat we dat moesten hebben. De nieuwe vorm moest worden voor de maatschappij. Interessant trouwens om die video misschien even onder deze video weer te zetten. Ja, je kan ook naar hun website gaan. Ja. Inclusivecapitalism.com. Okay. Maar dan moet je natuurlijk oppassen, want daar wordt alles voorgesteld alsof het geweldig zal zijn. Yeah. Hè? Er komen mooie kreten zoals inclusiviteit, duurzaamheid, rechtvaardigheid. Hè? Het idee is dat alle stakeholders van het kapitalisme, die moeten voordeel krijgen van het kapitalisme. En dat is nu te weinig. Yeah. Dus dan heb je al die steekwoorden daarbij en dan moet het dus zo zijn dat de arbeiders een groter aandeel krijgen van de winsten die worden gemaakt in het kapitalisme. Maar wie gaat dat herverdelen? Mm-hmm. En wie staat daar dan weer boven de partijen om dat te regelen? Ja.
En daarbij komt het kapitalisme. Degene die nu zeg maar inclusive capitalism promoot of de Great Reset, zijn dezelfde als degene die er decennia, eeuwenlang dat systeem gemaakt hebben en ervan geprofiteerd hebben. Ja, ja, ja. Dus dan moet je gaan nadenken van, oké, degene die ons hebben uitgemolken al die decennia lang, die komen nu dus met een nieuw systeem. De oplossing. De oplossing. Yes, laten we daar allemaal voor gaan. Is dat logisch? Nee. Nee, dat is niet logisch. Nee. Maar misschien is het ook wel een beetje, zo voel ik hem soms, dat het systeem een beetje bang aan het worden is. Omdat steeds meer mensen bewust worden. Het lijkt zelfs alsof ze een beetje haast hebben. Voel jij dat ook? Nee, ja, dat klopt zeker. Wat ik al zei, ze zijn bang voor nummers, hè, voor aantallen, voor de massa. En als je eenmaal weet hoe het systeem werkt en het doorziet, dan ga je nooit meer terug. Precies. Dus die aantallen en die massa, die wordt steeds groter. Daarnaast is het ook zo dat het schuldensysteem steeds onhoudbaarder wordt. Mm-hmm. Dus je komt langzaam maar zeker op een punt van dat het schuldensysteem onhoudbaar wordt. En je krijgt een massa die steeds groter wordt. En dat komt op een gegeven moment samen. En ze zeggen de Great Reset 2021. Dat is volgend jaar. Kijk, het hoeft niet volgend jaar te zijn, want voorspellen moet je echt niet doen wanneer iets wat plaatsvindt. Dat heeft echt totaal geen zin. Nee. Daar ben ik ook wel achter. Mm-hmm. Ik had het al veel eerder verwacht, maar ze weten het heel lang te rekken. Maar dat het eraan zit te komen, nu ze het zeg maar zo openlijk verkondigen, is wel duidelijk. Maar ze zijn inderdaad bang voor die massa en vandaar ook die draconische maatregelen die dus nu getroffen worden. En dat zal alleen maar erger worden, want het is een proces. Wat ik al zeg, alles is een proces. Yeah. Alles is een glijdende schaal en nooit is iets statisch. En dit is pas het begin. Ja. Wordt veel erger. Ja, wat zie jij dat er gaat gebeuren dan? En hoe, laat ik het dan eventjes ook naar het menselijke trekken. Gewoon voor de normale burger. Wat gaan die ervan merken? Nou, de beweging die in gang is gezet is al heel lang zo dat de middenklasse die is opgebouwd sinds na de oorlog, die is al eigenlijk vanaf 1990, misschien 2000 kan je zeggen, wordt steeds verder uitgehold. Ja, dat is duidelijk. Ja, dus wat gaat die ervan merken? Die mensen die zullen zien dat alles steeds duurder wordt. Hè? Als die geldomloopsnelheid omhoog gaat of ze pompen nog meer geld erin, dan wordt alles duurder, terwijl jouw loon niet toeneemt of kan nemen. Wat ga je meer zien? Mensen die aan het begin van hun werkende leven staan, die kunnen geen huis kopen. Dat is allemaal onbetaalbaar geworden. Dat is allemaal het gevolg van die financialisering van de economie. Van het geldpompen, van 0% interest rate. Wie hebben daar baat bij? Degene die het dichtst bij de geldcreatie staat, heeft daar het meeste baat bij. Bij 0% rente. Want die kan dat geld makkelijk tot zich nemen en investeren. Ja. Mensen met geld die kunnen denken van, geld 0%, dat is makkelijk. Ik leen heel veel geld en ik investeer dat. Ik hoef toch geen rente te betalen. Ja. Dus mensen met geld, die maken nog veel meer geld. Dus je krijgt een nog groter verschil tussen arm en rijk. Dus je krijgt, de middenklasse valt weg. Dus je krijgt een, zoals de Amerikanen dat zeggen, of Engelsen, een two-tier society. Ja. Met een kleine groep rijken en de hele onderkant van de piramide armen. Ja, en die zit in de rat race. Die zitten in de rat race, maar op een gegeven moment houdt de rat race gewoon op. Want als het monetaire systeem gereset wordt, de Great Reset komt, dan gaan er heel veel banen verdwijnen. En die verdwijnen nu al. Dat gebeurt al. Door de lockdowns. Zeker. Dit is pas het begin. Want je hebt nu zeg maar dat de banen verloren gaan door de lockdowns, hè, door hun beleid. Ja. Maar als je een monetaire reset gaat krijgen met waarbij geld, waar de vraagtekens bij worden gezet bij de waarde van geld, it's a whole different ballgame. Mm-hmm. Dan, wat voorzie je? Ja, dan heb je chaos. Ja, dan is echt alle orde weg. Ja. Alle waarde is weg van geld dan. Ja. Dus, en dan krijg je dus de Great Reset. Dit is pas het begin.
En die ga je dan krijgen. En dan willen ze alles implementeren wat ze in gedachten hebben. Hè? Het World Economic Forum, het Klaus Schwab ook zegt. In 2030, you will own nothing, but you will be happy. Yeah. Okay, you own nothing. Mm-hmm. Wat betekent dat? Mm-hmm. Does the elite also own nothing? Hè? Heeft de elite ook niks meer? Ja. Moet je alles gaan huren? Moet jij een brave burger zijn om in een huis te mogen wonen? Het puntensysteem wat ze in China al hebben bijvoorbeeld. Zie je dat hier ook komen? Nou ja, dat is een model, hè, wat gebruikt kan worden. En ze zullen daar zeker... Ze willen dat zeker gaan introduceren. Maar ik wil nog wel iets verder gaan. Ik ben bang dat ze dus de geïndustrialiseerde wereld echt expres willen laten klappen. Om dus zeg maar voor eens en voor altijd die New World Order, waar ook al decennia lang over gesproken is, ook on tape, in de camera door George Bush senior. Ja. Die heeft het heel vaak aangehaald. Omdat voor eens en voor altijd dan bewaarheid te laten worden en werkelijkheid. Ja, en wat is dat dan precies? Hoe zou je dat definiëren, de New World Order? Waar staat dat voor? Nou ja, dat is dus de elite die uiteindelijk gewoon voor altijd alles onder controle heeft. En ze willen het liefst wereldwijd. Het is nu nog een beetje moeilijk omdat China wat groot is geworden. Hè? Dus dat is een beetje lastig. Maar is China dan niet de proeftuin voor de elite? Ja, dat durf ik niet zo te zeggen, want ik kom best wel vaak in China. En de Chinezen zijn echt een trots volk en die staan echt wel op zichzelf. Ja. Ik heb echt mijn twijfels erbij of dat allemaal als proeftuin gebruikt wordt. De Chinezen zijn vanuit zichzelf een heel erg hiërarchie trouw volk. Ja. En die alle Chinezen die ik ken, allemaal, die geloven in hun systeem. Interessant. Ja. En waarom dan? Omdat zij natuurlijk vanuit de jaren 60, 70, 80 extreme armoede hebben gekend. Ja. En toen iedereen weet het nog daar. Hè? En als je een kind bent die dat niet heeft meegemaakt, dan weten je ouders het wel. Ja. Of je opa en oma. Die weten hoe erg het was. Ze aten daar modder op sommige plekken. Weet ik veel wat ze allemaal aten. Het was echt extreem. Er zijn tientallen miljoenen mensen daar dood gegaan door hongersnood. Onder Mao Tse Tung. Mm-hmm. Dus ze weten hoe erg het was. En ze zijn heel erg vooruitgekomen door dit systeem. Ja, ja, ja. En omdat zij ook in hiërarchie geloven, vinden ze het helemaal niet zo erg. En dan heb je natuurlijk wel 5 of 10% van de Chinezen, en dat zijn er toch meer dan 100 miljoen, ja. die daar wel tegen ageren. Maar het overgrote meerderheid die is voor dat systeem. En ik geef ze geen ongelijk, want voor hun werkt het. Ja. Maar dat betekent niet dat het voor ons ook werkt. Mm-hmm. Want we zijn heel anders dan zij zijn. En we hebben een heel andere cultuur, maar we hebben ook andere sterktes en zwaktes dan zij hebben. Ja, kan je een voorbeeld van noemen? Nou, zij kunnen heel goed massaproductie doen. Hè? Wij zijn misschien meer creatief, alhoewel dat nu ook aan het veranderen is. Hè? Wij zijn meer, doordat je hier een beetje een minder gestructureerde samenleving hebt dan daar. Heb je meer vrijheid en kom je tot andere dingen. Dus daar maken wij weer gebruik van. Maar als wij in dat keurslijf moeten, gaat niks worden. Nee, ja. Want wij kunnen ons niet schikken. Wij kunnen niet 12 uur per dag in een fabriek werken. Nee. En een schroefje in een... Nee, in een, maar dat keurslijf zie ik wel een beetje ontstaan nu. Met de anderhalve meter, met de mondkapjes, met niet te veel, met allemaal hetzelfde moeten vinden over deze situatie. Met de censuur wat er aan de hand is in de media. Ja, het is een poging tot, maar dat heeft niks met economie verder te maken of dat dan gaat werken. Nee. Ik denk ook, ik ben met je eens dat de aard van de gemiddelde Nederlander is tot hier en niet verder. Dat ze dat niet blijven accepteren op een gegeven moment. Nee, en die clash ga je dus zien, zoals we net al zeiden. Ja. Dat gaat komen. En wanneer die gaat komen, het kan volgend jaar zijn. Het kan ook 2022 zijn, het maakt niet uit. Het komt eraan. Maar even terug naar de New World Order. Je zegt China is nog een soort bedreiging daarvoor, omdat dat een te sterk land aan het worden is. Kan je er nog iets meer over vertellen? Wat de New World Order echt is? Nou ja, het is dus de banken-elite...
samen met hun multinational vrienden, die sommige van die multinationals, die marktkapitalisatie van die bedrijven zoals Apple en Amazon. Ja. Dat is groter dan Nederland. Ja, dat zijn landen geworden. Dat zijn, ja, je kan zeggen een soort landen geworden, ja. Die wat echt gigantische hoeveelheden geld in omgaat natuurlijk. Ja. En ja, die hebben een bepaalde macht verworven die extreem is. Ja, en nooit eerder gezien op die schaal. En die maar ook banken hoor zelf dus. Ja. En de elite, wie zie jij als de elite? Ja, dat zijn een aantal families natuurlijk die al decennia / eeuwen lang het systeem naar hun hand zetten. Ja. En ja, ik kan wel namen noemen, maar ze staan allemaal in het boek en ja. Iedereen kent ze wel. Ja. En, nou, niet iedereen hoor. Er zijn echt wel mensen die, als je dit benoemt, ja. Die dan zeggen het is niet bewezen genoeg en we hebben een democratie. Als ik het even naar Nederland trek. Nou, lees het boek maar, het is al bewezen hoor. Het staat er allemaal in. Ja, het is denk ik voor heel veel mensen misschien ook een beetje een eng idee dat het zo werkt. En dat die zo'n democratie geeft heel veel veiligheid. Want dan heb je het idee ook dat je invloed hebt. Hebben wij invloed? Ja, als je je kan verenigen heb je invloed. Als je kan verenigen heb je invloed. Ja, anders niet. Precies. Dus momenteel eigenlijk niet, want verdeel en heers werkt heel erg goed. Ja. Ook met die mondkapjes, misschien vinden ze het wel prima juist dat er een deel van de mensen is die tegen mondkapjes is. Dat heb je ook weer een verdeling daarin. Ja. Alles is verdeel en heers. Alles is daarop, al het beleid is daarop gestoeld. Ja, links-rechts ook, toch? Links-rechts, man, vrouw, islam, christen, om het zo maar te zeggen. Zwart, wit, ja. Alles. Homo, hetero, alles wordt een beetje op de spits gedreven wat dat betreft. Ja. En vandaar ook dus dat de Black Lives Matter, het lijkt mij zo logisch, Black Lives Matter, ja. Hè? Of course, wat wil je zeggen? Waar hebben we het over? Of course, ja. Maar wat is het effect van zo'n organisatie en van een kick-out Zwarte Piet? Mm-hmm. Wat is het effect daarvan? Hè? Kijk niet wat de zogenaamde doelstelling is on the surface, maar wat is het werkelijke effect van dit soort bewegingen, moet ik zeggen? Ja. Je krijgt juist meer verdeeldheid. Ja. Dat zie je. Je krijgt zeker meer verdeeldheid. Ja. En dat is nou juist wat je niet moet hebben. Precies. Ja. Vandaar dat ze ook gesteund worden. Mm-hmm. Ja. En groot worden gemaakt. Ja, door die top. Ja. 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 En wat ook natuurlijk met dat Black Lives Matter, wat ik interessant vind persoonlijk, is mensen die dat dan steunen, dat ze dan denken dat het iets goeds is, omdat ze denken dat er heel veel racisme is in ons land, mm-hmm. Vergeten dat bijvoorbeeld Afrika en India als proeftuin wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor de farmaceutische industrie. En daar hoor ik ze dan niet over. Of dat mag je dan niet benoemen, want dan ben je meteen een complotdenker. Nou ja, inderdaad. En in India werden ook ondermaatse vaccins gebruikt. En de goedkope vaccins gaan naar Afrika. Ja. En ik geloof dat Bill Gates niet voor niks India niet meer in mag met zijn vaccins. Want die had onherstelbare schade aangericht bij kinderen. Met zijn poliovaccins, ja. Met zijn vaccins. Dus over die vaccins gesproken, die zitten dus nu ook aan te komen. Ja. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook weer een controlemiddel. Ja. Moeten we even kijken hoe dat uit gaat pakken. Maar je krijgt waarschijnlijk uiteindelijk een digitaal vaccinatiepaspoort, om het zo maar te noemen. Ja. En daar krijg je dan bepaalde rechten bij. En dat kan heel goed zijn dat ook een onderdeel wordt van je social credit score. Hè? Als dat idee gekopieerd gaat worden. Ik zeg niet dat het gebeurt. Maar ik weet zeker dat ze daarover na aan het denken zijn. Die plannen er zijn, ja. Ja. Dus als dat niet echt een heel duidelijke nee vanuit een verenigd volk ten opzichte komt, dan heb je kans dat dat gewoon werkelijkheid wordt. Ja, ja. En ik zie hier twee nieuwe media-uitingen liggen. Die heb je ook meegenomen. Ja, hier zijn ze niet zo bang voor mijn boek. Want het is een beperkte oplage. Dus het is echt voor mensen die eigenlijk al natuurlijk redelijk ingevoerd zijn in de materie. Alhoewel, als je het leest, is het niet nodig. Maar hier zijn ze meer bang voor dit soort blaadjes die huis aan huis worden verspreid of bij stations. Ja. Want dit gaat om getallen.
Hè, daar zijn ze toch weer bang voor de getallen. Ik geloof dat de andere krant de laatste oplage was 1 miljoen stuks. Gezond verstand heeft volgens mij ook honderdduizenden per keer. Klopt. En dat zijn getallen en komt bij mensen die nog niet overtuigd zijn van het alternatieve gedachtegoed, om het zo maar te noemen. Wat ik al zei, als je eenmaal het ziet en je begrijpt het en je weet hoe het werkt, dan ga je nooit meer terug. Dus de mensen, de zogenaamde wappies, een mooie geuzennaam, hè? Proud to be wappie, toch? Ja. De wappiegroep wordt steeds groter. Ja, dus daar zit de kentering in. En dus de kentering zit dus ook eigenlijk bij de nieuwe media. Zeker weten. Daarop. En dat de vraag is dus hoe lang die ook nog mag bestaan. Ja. Je ziet dus ook dat de censuur vanuit Google en YouTube nu drastische vormen aan begint te nemen. En Twitter. LinkedIn. Precies om die reden. It's all controlled natuurlijk. Het is allemaal... Er zit allemaal een planning achter en controle. En de vraag is of zij dat ook echt wettelijk uiteindelijk kunnen doen. Mm-hmm. Maar dit is toch eigenlijk niet echt te censureren? Hoe willen ze dit censureren? Nou ja, kijk, als je mag nooit opruimen. Hè? Dat is iets wat je niet mag doen. Dat is een hele goeie, die pakken ze elke keer. Ja. Dus als zij dit opruiend vinden... Of er staan onwaarheden in, wat niet algemeen geaccepteerd is door de WHO of het RIVM of elke andere overheidsinstantie. Dan kunnen ze zeggen, wat ze dus nu al doen digitaal, online, dat je account wordt opgeheven. Ja. Ja. Ik geloof dat Weltschmerz er nu ook last mee heeft. Ja, zeker. Ja, we krijgen van YouTube meerdere waarschuwingen. Dus daar zijn we ook mee bezig hoe we dat kunnen gaan omzeilen. Ja. Nou ja, dat is dus de strijd die er gaat komen. Ja. En het digitaal is het heel makkelijk. Een druk op de knop en je bent weg. Maar dit is natuurlijk lastiger, omdat het fysiek is. Precies. Dus dat is moeilijker te verbieden. Dus daar zit een enorme kracht. Daar zit een kracht in het fysieke ervan. Ja. En online moet er strijd gevoerd worden, wil je het behouden. Ja. Even terug naar de economie. Stel, je bent nu een horecaondernemer of je hebt een ander bedrijf. Je bent een MKB-ondernemer. Wat adviseer jij die mensen als econoom zijnde? Dat is een moeilijke vraag misschien. Ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Nee. Dus dat is heel lastig te zeggen. Kijk, op een gegeven moment gaan ze natuurlijk zeggen van laat je vaccineren, dan kunnen we weer terug naar normaal. Maar wat heeft de horeca-ondernemer daar nu aan? Ik weet het. Ik leef echt mee met die mensen. Want het is echt... Kijk, er wordt ook geen perspectief geboden. Dus wat moet ik erop op zeggen? Ik heb geen idee. Ik weet niet wat ze gaan doen, wat ze van plan zijn. Of het na die 5 weken op de 17 of wat is het, 19 januari. Of ze dan ook echt klaar zijn met de lockdown. Of dat ze dan zeggen... Dat ze het weer gaan verlengen, ja. We gaan het weer verlengen, ja. Maar is ook daarbij niet het antwoord ondernemers verenig? Staat met sowieso, z'n allen op. Ja, nee, dat, je moet je sowieso verenigen. Hè? En dan sta je sterker. Dus er moet iemand bij de horeca opstaan die zegt laten we ons verenigen, als dat niet al gebeurt. Ja. En laten we gewoon... Massaal open gaan. Hebben ze nu wel gezegd, maar dan moeten ze het ook echt gaan doen. Want wat ik zie gebeuren is dat de staat dan zegt... Hier heb je nog een beetje staatssteun en dan blijf je weer even stil. Ja. Maar die staatssteun betalen we kijk, ook zelf. Ze zijn natuurlijk al bijna te gronden gericht. Ja. En als je dan ook nog een boete krijgt van, ik weet niet, 4000 euro of zo. Omdat jij open gaat. Ik weet niet hoe hoog die boetes zijn, maar ik noem een getal. Ik noem nu het getal voor als jij iemand een biertje verkoopt. Als het niet mag en die neemt dat mee, dus geloof ik 4000 euro of zo. Dat een vriend van mij had die boete gekregen. Dat is dan vreselijk, maar stel dat iedereen tegelijk open gaat en dan overal boetes uitschrijven en al die ondernemers gaan dat aanvechten, dan loopt het systeem over. Ja, nou ja, dus de kracht daar zit kan ik geen advies in geven natuurlijk. Nee. Dat moet iedereen voor zichzelf weten en als je dat verenigd kan doen, dan moet je dat doen. Wat ik ook persoonlijk nog wel zie ontstaan is een economie in de economie. Dus dat mensen elkaar gaan helpen. En dat je misschien weer meer ruilhandel gaat krijgen. Mm-hmm. En eventueel de terugkeer van gouden en zilveren munten. Hoe kijk jij daarnaar? Mm-hmm, ja,
Nou, ik denk sowieso dat dat gaat gebeuren, dat je meer ruilhandel krijgt. En kijk, het advies wat ik wel kan geven is, probeer te wonen in een buurt waar je je buren kent en waar je gewoon goed bent met je buren. He, dat je ook voor elkaar, dat je voor elkaar opkomt en voor elkaar er staat en helpt als het moeilijker wordt, want dat gaat komen. Dus zorg dat je, probeer daarvoor te zorgen dat je dat lukt om in zo'n buurt te wonen. Ja. Ja, dat is denk ik wel een van de belangrijkste dingen die je kan doen op woongebied in ieder geval. Ja, en misschien ook een stukje zelfvoorzienend proberen te worden door middel van voedsel. Of denk je dat ze dat ook gaan inperken? Nee, dat zou ik zeker doen. Ik bedoel, waarom niet? Ik bedoel, waarom zouden ze dat in gaan perken? Dat lijkt me niet, dat lijkt me heel sterk. Nou ja, er zijn wel, als je naar Agenda 2030 kijkt, zijn er wel signalen dat ook wel in de wereldagenda zit. Dat ze ook echt de voedselketens helemaal willen reguleren. Oh ja, dat en dat is ook de reden dat die boeren het natuurlijk zo moeilijk wordt gemaakt. Ja, dat klopt. Maar toch je eigen kleine tuintje. Mm. Ik weet niet of ze dat zo snel gaan verbieden hoor. Nee. Maar dus het gaat meer om de grootschaligere agrarische bedrijven. Ja, en die boeren in Nederland, kijk, wat ze moeten het groeimodel ook in stand houden. En dat betekent dus dat, kijk, de hele Nederlandse economie, die staat of valt bij de huizenmarkt. Ja. Dus als die huizenmarkt stokt, als krediet moeilijker wordt te krijgen of de rente gaat omhoog, dan is het klaar. Mm-hmm. Dan is het gewoon klaar. Mm-hmm. Dus die moet groeien. Dus er moeten meer huizen bij worden gebouwd. En dat kan eigenlijk, Nederland is al zo vol, dat kan eigenlijk nog alleen op agrarisch gebied. Ja, ja, ja. Rutte en De Jong hebben dat ook zelf gezegd. Volgens mij heb ik daar een keer een video van gezien van De Jong. Dat die zei, we moeten nieuwe huizen gaan bouwen en dat kan prima op agrarisch land. Ja. Gewoon letterlijk in your face. Dat klopt, dat kan prima op agrarisch land. Dat is inderdaad waar. Ja, maar als je dan nog niet ziet waarom dus die boeren kapot worden gemaakt. Ja, nee, inderdaad. En, maar dat gaat dan onder het mom van het milieu, hè. Maar wat ik dan altijd weer zo apart vind van die argumentatie is van die boeren die produceren het voedsel om op te eten. Ja. Dus dat wordt door iemand opgegeten. Dus als het niet in Nederland wordt geproduceerd met al die hele strenge milieuregels, dan wordt er wel in Oekraïne of zo geproduceerd, verbouwd, met veel minder milieuregels. En dan moet het veel meer een grotere afstand afleggen. Veel meer transportvervuiling, noem maar op. Ja. Het is niet zo dat het voedsel dat hier wordt verbouwd, dat het gewoon maar weggegooid wordt. Nee, het wordt opgegeten. Ja. Daar worden onze mensen van gevoed, gewoon letterlijk. Ja, daarom. Dus als dat hier stopt, dan moet het ergens anders groter worden. Ja. Dus wat is de hele redenatie erachter dan? Ja. En toch trappen mensen daar nog in. Ja, mensen trappen in heel veel dingen. 40 zetels voor de VVD, dus ja. Hoe verklaar je dat? Nou, het is het theater is het, hè. Het is één groot theater natuurlijk, politiek. In Amerika al helemaal, maar in Nederland is het eigenlijk niet anders. Nee. En een goed acteur is Rutte. Ja. Zeker. Hij is natuurlijk een heel goed acteur, zoals hij er ook weer zat in zijn torentje. Ja. Hij doet het. Dat moet je hem nageven. Mm-hmm. Het is hij is goed in getraind, ja. Hij zou echt een hele goede acteur kunnen zijn voor films. Maar dat is één ding. Ten tweede, het is angst. Hè? Als we op een andere partij stemmen, en er is ook niet echt een alternatief, moet ik zeggen, maar als je op een andere partij stemt, het gaat nu nog redelijk economisch goed. Hè. We kunnen nog alles, de huizenprijzen gaan omhoog. Ja, we hebben nog te eten. We hebben te eten, de huizenprijzen gaan omhoog. Men voelt zich rijker dan men in werkelijkheid is. Dus dat willen we niet verstoren. Indoctrinatie ook belangrijk. Zeggen, het is ook echt, die media is hier zo bepalend. Ja, de media, hoe het geportretteerd wordt. Ja. Kijk, dat is, als je de MSM kijkt, dan is dat overduidelijk natuurlijk al. Trump bad, Biden good, Rutte good, Baudet Wilders bad. Dat zijn dan de alternatieven die er nog zijn. Ja. Verder is er niks. Nee. Helemaal niets. Het is wel aan het ontstaan, maar de vraag is of het groot genoeg gaat worden de komende maanden. Dat is de vraag. Ja. En of ze dus ook echt aandacht krijgen. Ja, ook dat vooral. Maar ja,
Ja, het is indoctrinatie. Dus die beïnvloeding is gewoon heel heftig. Ja. Jij bent toch ooit daaruit gestapt zelf. En je bent dit boek gaan schrijven. Mm-hmm. Hoe ben je tot die stap gekomen? Nou, toen ik wegreed vanochtend, was wel grappig, stond de klok op 9-11. Dat is voor heel veel mensen natuurlijk een switch geweest. Ja. En het was voor mij een van de switches. En wel de eerste. En toen dacht ik van, nou, nu wil ik ook wel echt weten hoe het echt zit. Ja. En er kwam steeds meer bij en er kwam steeds meer bij. Maar kijk, het is natuurlijk één grote puzzel. Hè? En ik heb dit boek toen geschreven. Ik wil het allemaal op een rijtje hebben. Ik doe dat even in 4-5 maanden. Dat werd dus 2 jaar fulltime. Wauw. Ja, want er is ook heel veel onzin, hoor. Mm-hmm. Kijk, en dat, zeker. Dat is het ook, hè. De complotwappie kan weggezet worden als complotwappie, omdat er ook heel veel onzin is. Ja, dat en moet dat, je zien te filteren. Ja, dat is heel, heel lastig, want hoe weet je nou wat waar is en wat niet? Klopt. En het vervelende is dat er heel veel spelers zijn op die conspiracy-markt, om het zo maar te zeggen, die dat filteren niet gebruiken of niet de capaciteit hebben om het te gebruiken. Ja. Of niet willen of iets nieuws met iets nieuws moeten komen. Of heb je dit al gezien? Ook weer op de sensatie misschien gaan zitten. Ja, sensatie, want er moet, van die channels die moeten weer met iets nieuws komen. Ja. Ja. En het moet steeds extremer, want dan krijg je likes en kliks en weet ik veel wat. En dan creëer je zo'n bubbel waar ook terecht over gesproken wordt. Maar dat betekent niet dat alles wat anders is dan de overheid of een andere instantie jou vertelt, dat er geen andere waarheid is dan dat alleen. Dat je geen vragen mag stellen. Juist. Jij bent dat gaan doen. Jij ging vragen stellen door 9-11. En toen ben je erin gedoken. En toen is dit boek geboren, noem ik het maar even. Ja, en het is, kijk, ik zie het altijd als een puzzel van, nou, laten we zeggen, 10.000 stukjes. En je krijgt steeds een puzzelstukje erbij en dan, je moet daar, dan moet daar. En dan op een gegeven moment, kijk, eerst zie je nog niet wat het is, hè. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment, en ik zeg niet dat ik nu alle 10.000 puzzelstukjes in dit boek heb staan of heb liggen. Maar wel de helft, zullen we maar zeggen. Je bent een heel eind. Ik ben een heel eind. Ja. En doordat ik de helft heb, en er komt ook nu nog steeds langzaam wat bij. Hè? En elke versie die ik dan weer laat uitgeven, die is dan weer geüpdate. Ja. En die, je ziet het wel. Je ziet wat het is. Ja. Wat heeft het jou gebracht voor jezelf door hier zo in te duiken? Wat zou het een ander kunnen brengen? De werkelijkheid, zullen we maar zeggen. De waarheid wil ik niet zeggen. Maar de werkelijkheid is net even een nuanceverschil. Ja, in plaats van de voorgeschreven werkelijkheid. Ja. Als Karel van Wolven het zo mooi zegt. Ja, Karel van Wolven is natuurlijk icoon. Mm-hmm. En hij is goed bezig, zullen we maar zeggen. Ja. Maar inderdaad. Dat is, En ben je dan ook minder beïnvloedbaar? Neem je meer de leiding over je eigen leven als je hier echt induikt? Want dat gevoel heb ik soms met de wappies die ik allemaal ontmoet, om het maar even zo te zeggen. Het zijn vaak wel mensen die heel erg in contact staan met hun intuïtie. Ze durven te voelen, het klopt niet. Mm-hmm. En gaan dan op onderzoek uit, die combinatie. Mm-hmm. En dat zet je heel erg in je kracht. In plaats van dat je je laat leiden van naar de overheid, ik volg gewoon lekker de overheid. Het is natuurlijk heel volgzaam. Het is een heel anders manier van in het leven staan. Nee, dat klopt. Maar veel mensen die willen die switch ook niet maken. Dus omdat het het wordt ingewikkelder. Hè? Je leven wordt ingewikkelder. Zeker. Als jij niet meer gelooft dat alles wat je verteld wordt, dan moet je zelf bedenken hoe iets in elkaar steekt. Ja, ja, ja. En heel veel mensen die hebben daar geen zin in of geen tijd voor. Of die willen niet of die vinden het eng. Hè? Het is natuurlijk ook heel eng. Het is heel angstig om je oude vertrouwde werkelijkheid te verlaten. En voor iedereen is dat anders. Maar als je het dus wel doet, dan sta je inderdaad en je wil ook echt weten. Dan, ik vind het een openbaring. Ik vind het, ik zou niet anders willen. En wat ik al zeg, als je het eenmaal doet, dan kan je nooit meer terug. Klopt, dat is absoluut zo. Ja. En je kan je ergens iets meer voorbereiden, denk ik. Wat je zelf, jij zegt ook, je zit heel diep in de materie. Je weet welke economische crash er aan gaat komen. En zelfs jij denkt wel bij jezelf,
ik weet niet precies hoe ik je kan adviseren. Maar je hebt in ieder geval een paar basisdingen. Door wat we er net over hadden. Zorg ervoor dat je goed met je buren bent. Zorg ervoor dat je misschien wat kan ruilen. Ga wat eigen voedsel verbouwen. Ja. Bereid je een beetje voor. En ga je dus niet nog meer in de schulden steken bijvoorbeeld. Nee. Dat is niet handig met wat er aankomt. Nee, want als jij je schulden niet meer kan betalen. Dan zal er waarschijnlijk een manier komen om jou verder onder controle te krijgen. Precies. En dat moet je natuurlijk zien te voorkomen. Als je van je vrijheid houdt, als je het niet uitmaakt, ja, dan moet je gewoon lekker doen, ja. Natuurlijk. Maar ja, dat zijn dingen. En probeer ook, als je wat geld over hebt, om dat niet op de bank te hebben staan. Want dat kan weinig waard worden door die inflatie. Mm-hmm. Ja. Probeer dat in ieder geval een beetje te spreiden in werkelijke materie. Ja, en wat dan? Nou ja, dat moet iedereen zelf weten. Maar van oudsher is het altijd goud en zilver natuurlijk geweest dat de tand destijds heeft doorstaan. Precies. Door oorlogen, crisis en noem het allemaal maar op. Die veroorzaakt worden door verschillende omstandigheden. Ja. Dat blijft altijd overeind. En je hebt natuurlijk ook nu de crypto's. Dat wou ik net zeggen. Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik ben er een beetje dubbel in. Want kijk, het heeft natuurlijk geen lang track record. Dat is één. Ten tweede, het is digitaal. Dus als jij afhankelijk bent van het internet en van stroom. Dan ben je alsnog afhankelijk. Dan ben je afhankelijk. Ja. Je hebt het niet fysiek, het is niks. Hè? Ja. Het is niks. Het zijn een paar digits en bytes. Precies. En het is een geloof. En er zit natuurlijk een mega algoritme achter. Ja. Maar je weet niet eens wat er precies achter steekt. Wie is die Satoshi? Ja. Digital currencies. Misschien zit de CIA er al achter. Mm-hmm. Wie controleert het? Ja. Ten tweede, het is. Kijk, digital currencies gaan eraan komen. Dat is waarschijnlijk in 2021 komt er een bepaalde vorm van digitale currencies. Lagarde heeft er al over gehad. Hè? Jerome Powell van de Federal Reserve heeft er al over gehad. Mark Carney. Het komt eraan. Ja. En dat gaat geïntroduceerd worden. Misschien volgend jaar, misschien wel een jaar daarna. Maakt niet uit. Wat ik verwacht eigenlijk is dat ze zijn nu heel erg bezig met het pushen van basic income. Hè? Van universal basic income. Zeker. Ja. En dat maakt je natuurlijk afhankelijker van de staat. Ja. En hoe groter de staat is, hoe minder vrijheid je hebt. Ja. Dat is een feit. Ja. Communisme 100% nul vrijheid. Ja. Bij ons is het nu, ik geloof, meer dan 50% wat je aan belasting betaalt. Ja. En onder Rutte, zogenaamde rechtse premier, hè? Die is dan rechtse liberale premier, is dat 5, 6, 7% toegenomen, geloof ik. Maar dat universal basic income, dat willen ze introduceren. En misschien wel met digital currencies. Dat je iedereen krijgt een wallet boven de 18. Ja. Krijgt een digital wallet. Net zoals met de euro-introductie toen. Ja. Krijgt iedereen zo'n setje. Ja, ik weet het nog. Weet je, heb je hem nog? Ja, in de la liggen? Heb je een setje nog liggen? Ja. Nou goed, dat ga je dus ook digitaal krijgen. En dat is natuurlijk een ideale manier om dat te introduceren. Want iedereen krijgt zogenaamd gratis geld. Ja. En die gaat nee zeggen daartegen. Ja. Dat is een enorme verleiding. Ja, dat is heel verleidelijk. Dus iedereen krijgt bijvoorbeeld als introductie 1000 digitale euro's op die wallet. Ja. In die wallet. En in de States, dollars, vet dollars, maakt niet uit. Dat wordt dan waarschijnlijk, omdat het systeem crasht, elke maand krijg je dat terug. Maar ja, gratis geld bestaat natuurlijk niet. Nee, dus wat moeten we daarvoor doen om dat te krijgen? En dan ben je alsnog, dat is eigenlijk een vorm van moderne slavernij natuurlijk. Of vind je dat te heftig? Nou, daar kan het naartoe gaan in ieder geval. Daar kan het naartoe gaan, Kijk, in het begin is dat natuurlijk, het is ook weer een proces. Ja. Alles is een proces. In het begin wordt het natuurlijk verkocht als zijnde van, je kan jezelf ontwikkelen met dat geld. Je kan besteden aan voedsel en aan je onderkomen. Dus iedereen heeft er baat bij. Ja.
Ja, dus en mensen die niks meer hebben, voor hun is het dan natuurlijk goud. Dan is het de oplossing. Ja. Dat is het erge ervan. Nee, dat klopt. En dat is dus hoe het gekanaliseerd gaat worden. Dat is zeg maar het socialisme en kapitalisme onder één tent, wat ik al zei. Ja. Communisme, hoe je het ook maar wil noemen. Maar op een gegeven moment, als dat basisinkomen bijvoorbeeld een paar jaar bestaat en iedereen heeft het en iedereen is aan gewend, dan krijg je bijvoorbeeld de link met je basisinkomen en je social credit score. Mm-hmm. Waar we het net over hadden, ja. Ja, dat kan dan aan elkaar gelinkt worden natuurlijk. Dus als jij een brave burger bent en je doet wat de overheid jou vertelt, dan krijg jij je wortel. Ja, en dan hebben we dus toch, we hadden het net over China, over dat in de pas lopen. Maar dan creëren ze die route ook hier. Dan moet je in de pas blijven lopen om je inkomen te halen. Nou, ik geloof dat er tientallen miljoenen mensen in China zijn die niet mogen reizen. Omdat zij een te laag creditscore hebben. Dus dan mag je dus niet de bus, trein of vliegtuig in. Ja. China is een vrij groot land. Dan ga je niet met de auto gezellig even een stukje rijden. In Nederland kan dat nog wel, als je een auto hebt. Ja. Als je kan betalen tegenwoordig. Maar in China maakt eigenlijk iedereen gebruik van hoogsnelheidstreinen en vliegtuigen. Dus dan zet je die mensen eigenlijk gewoon gevangen? Die zijn buitenspel. Buiten de maatschappij? Ja, je staat gewoon buitenspel. Ja. En dan moet je maar wachten tot je weer de wedstrijd in mag. Ja. Ik denk dat het voor heel veel Europeanen, met name Nederlanders, wel echt een horrorscenario is. Omdat we natuurlijk toch gewend zijn aan een bepaalde vrijheid. Mm-hmm. Dus wat ik denk, is dat verenigen, als we dat gaan doen, dan kunnen we dit wel, ik weet niet of we het kunnen stoppen, maar in ieder geval wel aanzienlijk vertragen. Als. Mm-hmm. Ja, dat zeg je goed. Als dat verenigen gaat komen. Als, ja. Tot nu toe is dat niet het geval. Tot nu toe is de maatschappij, gelukkig is het niet zo ergens in Amerika, maar is die verdeelder dan ooit? Hè? Met de links-rechts tegenstelling en wel geloof in MSM, niet geloof in MSM. Nou, om erop gelukkig is zwart-wit hier nog, valt hier nog wel mee, ben ik wel blij om. Ja. Islam-christen valt ook nog wel mee. Maar daar zit dus ook wel, wat jij nu benoemt, denk ik, heel erg een oplossing voor de media om dat verdeel en heers veel meer te gaan exposen hoe dat werkt. Want als mensen dat gaan doorzien, zijn ze er ook minder vatbaar voor. Ja, nou ja, inderdaad. Dat is een mooie taak voor Weltschmerz. Mm-hmm. Verdeel en heers. Hoe werkt het echt? Ja. Precies, ja. En wat zijn de middelen die ze daarvoor gebruiken? En dat is wel een goed onderwerp, denk ik, voor de volgende keer. Ja. Zeker. Gaan we ook heel erg veel meer induiken. Dus, omdat dat denk ik heel erg het bewustzijn bij mensen in gang kan zetten. Ja, nou, het zijn altijd dezelfde middelen die altijd terugkomen. Ja. Hè? Verdeel en heers. Creëer een probleem. Er komt een reactie. Zorg zelf voor de oplossing. Oplossing. Ja. Nou ja, net als met inclusive capitalism. Mm-hmm. Dat is precies hetzelfde. Ja. Het probleem is dat het systeem wat wij hebben gecreëerd niet goed werkt. De reactie is, mensen worden arm en hebben haast niks meer. Wij komen met de oplossing. Ja. Dus, ja. Zo simpel, hè? Verder zijn de middelen natuurlijk angst, chaos creëren, crisis creëren en dan ook weer met een verdere centralisatie van macht van het systeem komen. Het is altijd hetzelfde. Ja. Ja. Het is altijd hetzelfde. Jaar in, jaar uit. Ja, ja, elke oorlog of crisis zijn we weer een stapje verder. Het is een proces. Ja, precies. En het gaat nog even door. Ja. Ja, denk je dat we aan het begin staan? Jij noemt het een revolutie. Wat is het begin? Het begin kan je zeggen is al toen de centrale banken werden opgericht. Dus, ik denk dat dit het begin van de versnelling is. Ja, precies. En het gaat nu exponentieel samenkomen. En dat spannende is wat het schuldensysteem ons heeft gebracht. Ja, garandeert, wou ik zeggen. Wat ik vaak hoor over het basisinkomen, mensen die er positiever in staan, die zeggen dan nee, het zorgt ervoor. Bregman, Rutger Bregman. Ja, bijvoorbeeld. Ik wou zijn naam niet noemen. Ja. Die zeggen, ja, mensen worden er creatiever van, want ze hebben dan hun basis op orde. Ja, dus stel je krijgt 1000 of 2000 euro in de maand gewoon sowieso op je rekening. En dan kan je vanuit daar gaan ondernemen bijvoorbeeld. Of je studie gaan doen waardoor je gaat ontwikkelen. Ja, in een ideale wereld zou dat zo kunnen zijn.
Ten eerste is de vraag, is dat geld nog echt wat waard, hè, wat je krijgt als UBI? Ja. Kan je daar echt wel wat mee of is het echt meer gewoon een... zoethoudertje. Een zoethoudertje. Ja. Maar ja, ten tweede... ik denk dat het ook... bij sommige mensen zal het zeker werken. Hè? Voor sommige mensen is het denk ik ook gewoon een middel om zich te ontwikkelen. Ja. Maar voor een groot gedeelte van de mensen is dat niet het geval. En het grote probleem blijft toch, wie gaat het betalen? Precies. Kijk, het is niet gratis. Het is niet zo dat je dat geld van de boom plukt. Nee. Van, nou jongens, ik heb weer een goede boom gevonden hier. Ja. Iemand betaalt dat. Dat is de tweede. En ten derde, de hand die geeft staat altijd boven de hand die neemt. Die heeft macht. Ja. Die heeft de macht. En als jij dus de overheid groter maakt met goede bedoelingen, werkt dat misschien in het begin nog steeds goed. Maar de overheid is ook geen statisch gegeven of organisatie. Nee. Dat evolueert ook naar misschien een restrictief systeem dat allemaal eisen aan je gaat stellen die misschien onredelijk zijn zelfs uiteindelijk. Ja, precies. En het stukje initiatief wat je misschien meer kan gaan nemen als je je financiën op orde hebt, noem even tussen aanhalingstekens. Niet iedereen heeft dat van nature in zich. Nee. Sommige mensen die daarvoor, dat is ook prima, we zijn allemaal verschillend. De een is meer een uitvoerder en die wil gewoon lekker naar zijn werk en uitvoeren. En de ander die zet een onderneming op. En zo doen we met, dat hebben we elkaar ook allemaal nodig. Mm-hmm. Dus ik denk inderdaad dat in een perfecte wereld zou het heel mooi zijn. Ja. Maar het is utopie. Ja, nou, ik denk dat je het beter kan vervangen voor een belastingvrije voet. Ja. Ik geloof dat dat ook een punt van het FVD was. Nou ben ik het echt niet met alle punten van het FVD eens, maar ik vond dit wel een goed idee. Om de eerste 20.000 euro belastingvrij te maken in plaats van een basisinkomen. Dan moet je werken. Je moet wat doen. Ja. Je moet wat bijdragen, je moet je bed uit. Ja, je moet gewoon werken voor je geld. Ja. Kom op. Ja. Oude Rotterdamse mentaliteit, werken. Ja. Kom op. Ja. Ja, maar dat kunnen Nederlanders wel. Alleen nu zitten we soms te veel misschien weer in een rat race. Ja, maar dat is toch ook werken. Ik bedoel, je krijgt alleen... waarschijnlijk... Kijk, de rat race is natuurlijk om die hypotheek te betalen. Ja. Dat moeten mensen zelf weten of ze aan die rat race mee willen doen. Ik bedoel, ja, dat is waar. Ja, dat daar klopt. Heb ik niks over te zeggen. Als ze dat willen doen, dan moeten ze dat lekker doen. Ja. Je bepaalt alsnog zelf waar je wel en niet aan meedoet. Ja, daar hoef je niet aan mee te doen. Ja. Dat is een mooie afsluiter van dit gesprek, denk ik. Dat we mensen gewoon meer zelf mogen gaan bepalen. Waar doe je wel mee, waar doe je niet aan mee? Je mag nog het meeste zelf bepalen. En als we ons verenigen, hopelijk kan het dan zo blijven. Ja, top. Ja. Dank voor je tijd. Ja. Dank voor dit gesprek. Ja, was leuk. Ja, vond ik ook. Dankjewel. Ja. Wat als deze video wordt verwijderd? Wat als dit kanaal niet meer bestaat? Café Weltschmerz heeft een plan. Ga naar onze site en registreer jezelf. En word onderdeel van de oplossing.